Nog aardig als van Nikke. Serieus? Dat heb ik niet gezien. Had die in de zoek tussen gegaan, hè? Ja, natuurlijk dan. Dit is een socialistische politiedictatuur. Verder is dat niet. Dat is een klassieke. Normaalwijs gesproken zouden de mensen toch tenminste rust laten, maar nee, men houdt hier op een schabouwelijke manier aan. Er is geen enkele crimineel die op die manier wordt opgeleid. En dan gebeurt dat hier zo. Ik vind dit dus een schande.
Zowel Frank als ik hebben dat pas bij het verhoor onze verwondingen laten zien en laten acteren dat we inderdaad geslagen en geschopt zijn geworden en dat die arrestatie die nergens voor nodig was uiteindelijk totaal onverantwoord was en op een zeer gewelddadige manier is gebeurd. Ik ben geschokt dat zoiets kan in de hoofdstad van Europa, in aanwezigheid van Europese parlementsleden, van een oud-staatssecretaris van de Italiaanse regering. Dit zou niet mogen kunnen in de hoofdstad van Europa.